En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen. Goedemorgen. In Tilburg is de 1,5 meter kermis begonnen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben heel blij voor de ondernemers, maar ook voor de mensen die de kermis bezoeken, dat er weer een beetje plezier gemaakt kan worden. Dat de ondernemers weer wat omzet kunnen draaien. Ik heb nog wel wat vraagtekens bij de haalbaarheid van 1,5 meter op het moment dat we het zo naar ons zin hebben en zoveel leuke dingen doen. Maar goed dat we weer een beetje lekker het leven herpakken. Als, zou u daar naartoe gaan? Naar ja hoor. Ook als hier in Wijchen was? Ja, zeker. Maar ziet u het zitten in de rups met een mondkapje op? Oh nee, ik ben helemaal niet zo van de mondkapjes. Zolang het niet hoeft in Nederland, doe ik nog niet en houd ik graag de afstand. Ja, dat is dan makkelijker voor ja, u. Ja hoor. Alhoewel op een kermis natuurlijk wel lastig is, hè? Want je staat toch een beetje bij die automaten. Ja, dat klopt. Bij dat elkaar. Klopt. Ja. En wat vindt u ervan, mevrouw? Ik ben het helemaal met haar eens. Oké, dat is helemaal super. Komt u uit Wijchen? Ja, ook dat nog. De Wijchense kermis in september? Ja, ik ben er een paar keer geweest, niet ieder jaar. En we wachten het af of het dit jaar weer gaat lukken of niet. Hartstikke leuk. We gaan ervan uit dat het komt. Want ik ben ook ik hoop het voor de ondernemers en voor de mede-Wijchenaren. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind, ja, iedereen moet daar wel zich toch aan houden, denk ik. Want als we straks weer een epidemie krijgen, dan worden de maatregelen weer verscherpt. En dan heeft niemand weer wat. Dan gaat de horeca en de kermis alles weer plat. Ja. Maar toch is het zo dat de kermisexploitanten graag willen beginnen. Want uiteindelijk is het hun inkomen. En dan is ze met z'n allen een beetje opletten. Ja, nee, ik snap het wel. Als het je brood is, dan wil je zo gauw mogelijk weer beginnen. Dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Ik vind het ook een lastig dilemma. Is het want ook? Op de kermis, ja, dan zit je allemaal in zo'n wagentje op elkaar. Ja. Maar als we nou allemaal een mondkapje gaan dragen? Ja, ik weet niet of dat voldoende helpt, allemaal een mondkapje. Het, ja, ik denk alle beetjes helpen. Iedereen die hygiëne en mondkapje, maar ik blijf het lastig vinden. Is het ook. Als hier in Wijchen op de markt de kermis weer zou komen, zou u er dan naartoe gaan? Nee, ik ben geen kermisfan, dus ik zou er niet naartoe gaan. En ik hoor ook in de risicogroep, dus ik vind dat ik dan zelf mijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat soort dingen niet moet opzoeken ook. Nee, dat zie ik niet zitten, nee. Waar u vandaan komt, is daar, wordt daar kermis gehouden? Waar komt u vandaan überhaupt? Wij komen uit het noorden, uit de buurt van Zwolle. Daar is wel kermis, in Zwolle wel, is wel eens kermis. Maar wij komen uit een kleiner plaats, dorp. En dan is er een feest en dan is er wel een kermis bij. Maar dat is kleiner van opzet, dus een draaimolen, een zweefmolen. Ja. Maar dat is veel kleiner dan hier in het zuiden. In Tilburg heb je natuurlijk de kermis. Ja, ja. Trekt heel veel publiek. Dus ik denk dat 1,5 meter afstand wel heel moeilijk wordt. Ja. En ook in de attractie zelf. Ja. En als het gaat ook om de saamhorigheid natuurlijk, hè? Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk met een klein dorp en een dorpsfeest of zo ook. Hè? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. Dat je toch, ja, laten we zeggen, 1 of 2 keer per jaar bij elkaar komt. En een beetje weet wat er in het dorp leeft. Ja. 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 En daar is een kermis soms een uitgesproken plek voor. Ja. Ja, maar ik denk dat ze bij ons nog wel een keer de afstand kunnen houden op zo'n kermis. Met de ruimte wel, maar het doel. Als je de grote kermis in Tilburg, dat trekt de jeugd. Ja. Hè, dus het is massaal. Dus dan denk ik dat 1,5 meter wel moeilijk wordt. Zou je daar naartoe gaan? Nee. Ik hou er helemaal niet van. Oké, dat kan ook. Nee. Van die grote attracties? Nee. Nee. Ik weet niet, want ja, je neemt toch wel een risico en ja, je wil niet dat je zelf besmet raakt of dat je het dan ook weer overbrengt, zeg maar. Maar vind je het wel leuk dat er al een kermis weer opgestart wordt? Want ja, je bent jong en je wilt ook een keer leuke dingen doen. Ik vind kermis zelf wel heel erg leuk, maar het is wel, je moet ook niet te hard van stapel lopen. Dus ik weet niet of het goed is. Maar anders is het wel gewoon echt heel erg leuk. Maar als je nou met de kermis een mondkapje op doet, zou je dat doen? Ik denk het niet. Nee. Allemaal in de rups met een mondkapje. Of hoe heet zo'n ding wat zo draait? Ja.
Dat zie je ook niet zitten. Ga je dan met vriendinnen en vrienden of met een kleiner groepje? Als ik zou gaan, zou ik wel met een kleiner groepje gaan, met 2 of 3 of zo. Maar ja, ja. Niet met zo'n hele grote groep. Nee, nee. Als er een Wijchen, daar willen ze, kom je uit Wijchen trouwens? Ja. Ja. Als er Wijchense kermis er is in september, dan ga je zeker kijken. Ja. Ja. Ik denk het wel, maar dan wel echt op die 1,5 meter afstand. Ja, en... ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk dat je voor de camera wou verschijnen. En geniet er zijn de tijd van de kermis, hè? Dankjewel. Oké. Ja, 1,5 meter uit elkaar blijven op mijn kermis, dat lijkt me toch wel een heel probleem. Dus ja, het is altijd... Ja, ze hebben het liefst natuurlijk dat er zoveel mogelijk volk komt. Ja, als je dan 1,5 meter aan het handhaven, dat is denk ik bijna onmogelijk. Zou dan iedereen een mondkapje op moeten? Ja, ja. Wat iedereen mee eens zal zijn, dat weet ik ook niet. Maar het zou een oplossing zijn. Ja. Zie je het zetten in de rups, zoals wij vroeger zaten met mondkapje voor? Nee, dat zie ik niet zitten, nee. Nee, nee, ik denk dat een... kermis, ja, het is natuurlijk wel zo leuk dat het doorgaat, maar ja, met 1,5 meter houden, ik weet niet, lijkt me een moeilijke zaak. Maar het is de Wijchense kermis zou door kunnen gaan, dat zou natuurlijk wel een heel evenement weer zijn, want we hebben lang niks gehad, hè? Ja, ja, de Wijchense kermis doorgaat, ja, maar ja, als iedereen een beetje oplet, dan is er toch wel een mogelijkheid natuurlijk, hè? Dus, maar ja, ja. Wie let erop, hè? De ouder... Nee, allemaal samen, meneer. Ja, de ouderen die letten meer op, denk ik, als de jeugd. En ja, is dat terecht of niet terecht? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb er ook niet zoveel verstand van. Ik heb het eigenlijk helemaal niet gezien. Was het op televisie? Of... Ja, dat was nee, het. Nee, ik heb het niet gezien. Nee, maar denkt u dat er op 1,5 meter kermis... Ik denk het niet. Nee. Nee? Nee. Nee, dat werkt toch niet. Zou je er naartoe gaan? Ik zelf niet zo gauw. Maar nee. U hebt 2 prachtige kleindochters, ja, bij u. En ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk om met die kleintjes naar de kermis te gaan. Ja, hè? Maar dan zou ik echt op een rustig tijdstip gaan als dat er was, als dat mogelijk is. Maar zo de drukte op te zoeken, absoluut niet. Houden jullie van de kermis? Ja? En hebben jullie een lekkere stroopwafel? Hebben jullie van oma gekregen? Ja, heerlijk zeg. Ja, zakgeld laten we thuis, hè? Wat zegt u? Zakgeld laten we thuis. Ja, dat is inderdaad waar. Daar is oma voor. Daar zijn oma voor. Ja. Ik herken het helemaal, mevrouw. Ja, en hij ook. Oké. Okay. Ja, als de Wijchense kermis komt, dan wilt u met de kleintjes naartoe. Zou u een mondkapje nog opdoen? Nou, als dat voorgeschreven is, dan zou ik dat zeker doen, ja. Ja. Niet alleen voor mijn eigen, maar zeker voor andere mensen. Dat ik die niet kan besmetten. Ik vind het wel goed, omdat ik natuurlijk 1,5 meter moet houden. Maar ook wel weer moeilijk, omdat niet iedereen 1,5 meter afstand houdt. Daardoor krijg je eigenlijk best wel veel conflicten soms. En dat kan leiden tot ruzie, vooral met alcohol erbij. Dus aan de ene kant vind ik het heel goed en aan de andere kant ook weer niet. Dus het is een beetje dubbel. Een beetje voorzichtig zijn. Ja, ja. Zou je mondkapje opdoen als je naar de kermis ging? Ik zelf niet, nee. En vrienden van je en zo, weet je dat? Dat denk ik ook niet. Nee, nee. Nee. Zou je wel gaan met z'n allen? Ja, maar met een kleiner groepje, denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Ja, want je hebt natuurlijk toch een hele grote vriendenkring. En als je dan met 15 man bent, is het wel lastig, hè, die afstand. Ja. Ja. En ga je dan ergens in of heb je zoiets, ik ben niet zo'n... Ja, wij gingen altijd naar de tent natuurlijk. Ja. Maar of die dit jaar hier staat, dat weet ik niet. Maar ik ga dan wel ergens in, denk ik. Ja, ja. 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 Toch zeggen ze wel dat er Wijchense kermis komt, hè? Dat stond de mensen voor ja, een paar weken terug. Klopt. En dat zou natuurlijk wel weer heel leuk zijn in het dorp wat Ruuring. Ja. Ja. En dan met de jeugd erop uit. Ja. Kei leuk. Ja, dat klopt. Ik ben benieuwd. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het interview en fijne dag, hè? Hetzelfde. Dankjewel. Dag.